De crisis is een moment waarvan we gebruik moeten maken om het beleid in Nederland te kenteren. Hoe kun je geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking als je in Nederland moet bezuinigen op zorg? In zo'n tijd heb je niks aan maatregelen. Zo'n tijd vraagt om een kompas, om overtuiging en om idealen. Je komt net van het podium af hier op Lowlands. Hoe ging het? Ja, volgens mij goed, maar ja, dan moet je eigenlijk aan het publiek vragen natuurlijk. Maar het is mooi publiek, want heel aandachtig, een hele zaal vol. En dan kijk je toch altijd rond, ook achterin. En normaal gesproken staan achterin mensen met elkaar te kletsen of zoiets dergelijks. Maar nu, zover ik kon kijken in die tent, stond iedereen op te letten. Dat is leuk. Wat ik ook wel leuk vond, is de reactie van het publiek. Je hoort gewoon aan het publiek wie wat vindt. En dat is ook wel weer heel leuk, want dat zie je normaal niet als je op tv ziet. Wat vond u van de vragen van de Lowlands-bezoekers? Ja, mooi. Heel gevarieerd. Laten we zeggen, een beetje van heel, nou ja, niet zo heel plat, maar in de zin van wat doet u nou met de hypotheekrenteaftrek? Tot waarom zit u met uw dochter in een reclamefilmpje? Leuke vragen, waardoor het ook misschien nog wel interessanter werd. Dat maakt het natuurlijk wat speelser en wat gewoon ook speelt. GroenLinks heeft de plannen voor Nederland om over te stappen naar een groene economie. Als er vertrouwensbreuk is tussen de politici en de mensen, zullen wij als volksvertegenwoordigers de eerste stap gaan zetten. En daarom wil ik richting 12 september door dat cynisme heen. Ja, ik vond Pechtold goed, maar dat vind ik eigenlijk altijd. En verder vond ik die vervanger van Emiel Roemer vond ik ook heel erg goed. En dat is toch waar ik het meest naartoe neig. Er moet bezuinigd worden. En zoals een van mijn voorgangers ooit zei, dat gaat van oud. Ik liep weg bij het CDA. Toen ze wegliep, maakten ze 3 keer achter elkaar een opmerking over Nick en Simon, dat die hier hadden moeten zijn. En dan dacht ik van ja, je hebt zo je riedeltje ingestudeerd eigenlijk. Het is gewoon niet handig. Je moet misschien toch wat meer in het publiek meegaan. En dat deed Pechtold wel. Ja, die Volendamse van de CDA, dat vond ik niet zo. En ik vond ook dat gepraat over Volendam, dat vind ik dan weer een beetje afleidend van de politiek.